Als je lijmklemmen koopt, dan zit er altijd zo'n beschermdopje. En hier soms ook wel eens, om niet je hout te beschadigen. Maar als dat dopje kwijtraakt, dan gebeurt er dit. Dat is zo'n hol dingetje. En dan krijg je een scherp randje. Nou, dat drukt altijd in natuurlijk. En als je niet te meubelmakersachtig werk hebt, dan zou je zeggen, nou, dat gaat wel. Maar nou heb ik ergens een leuk ideetje gezien. Trouwens, ik heb eerst dat opgelost door het op te vullen, deze hollen. En dat komt er soms wel eens uit. Ik weet niet of deze nou ook opgevuld was en dat hij er weer uitgegaan is, dat weet ik niet. Maar die heeft het altijd wel gehouden, dus dat scheelt wel. Maar nou kan het nog een beetje beschadigen. Nou heb ik ergens gezien dat je met vloeibaar plastic, zou je dat in dat vloeibare plastic kunnen dopen en dan blijft er een laagje achter die de bescherming geeft. En dat ga ik nou eens even uitproberen. Ik heb via internet heb ik vloeibaar plastic gekocht. En dan krijg ik twee flesjes. Nou, het is natuurlijk niet goedkoop, maar het is voor het experiment. Schudden voor het gebruik. Goed omschudden voor het gebruik. En dat zou je door elkaar moeten mengen. En dan krijg je een mengseltje. Dat je dus dit in een potje en dan zo erin. En dan blijft er een beetje achter, denk ik. Je krijgt nog een keurig gietplastic. Schud flesjes zeer goed, vooral het flesje met de witachtige vloeistof, zeer goed omschudden, zodat de massa homogeen wordt. Wat is nou witachtig? Kijken we aan de onderkant. Dit lijkt me wit. Ja, dit is de witte. Ja, zo kan je het ook zien op de rand. Beetje moeilijk te onderscheiden. Maar de roze is wit. Handig om te weten. Zit met plakband vast. Zit er een dopje op. En daar kan je uit spuiten. Dus die moeten we goed schudden. Gietplastic bestaat uit twee componenten. De delen mengen op basis van gewicht 1 op 1. Meng van ieder component een gelijk deel als volgt. Pak twee kleine bekertjes of iets dergelijks. Weeg in het eerste bekertje een hoeveelheid van deel A af. In het tweede bekertje weeg het eenzelfde hoeveelheid deel B af. Giet nu deel B bij deel A. Dat lijkt me logisch. Roer het geheel goed door elkaar. Giet over in een ander bekertje en roer nog even goed om. Voeg eventueel de kleurpigmenten toe om een mooi kleurtje te maken en roer dit even door. Giet het mengsel in mallen of in bijvoorbeeld een setting en laat uitharden. Na circa een kwartier kun je eventueel vooraf voorzichtig proberen te lossen om de ophangoogjes of iets dergelijks in de taaie massa te prikken of om het materiaal zelf te vervormen. Dus dan kan je het nog vervormen na een kwartier. Vanaf 30 à 40 minuten kun je de gietsels uit de mallen halen. Die platte, die laat ik even zo. Maar die een holletje, dat lijkt me wel belangrijk. Dus dan ga ik dit zo ver mogelijk uitdraaien. En dat komt zo in die mengsel. Doe ik er zo in. En dan wil ik het omdraaien dat het zich vult. Dan ben ik toch benieuwd of dat lukt. En dan kan ik hem zo ophangen. Of ik moet hem zo houden en ik giet een beetje van de spul erin. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan loopt het er omheen en dan zit het op mijn... Ik denk dat ik hier een plakbandje omheen doe. Want het gaat er natuurlijk overheen als ik dit ga doen. Sst. Dat gaat gebeuren. Kijk, dat lijkt me wel een goed idee. Plakband. Een trouwe vriend, een rolplakband.
Goed, roerruitje. Twee kopjes. En gelijke delen van dit spul. Oké, nou dat moest eerst apart gewogen worden. Hoeveel gaan we doen? Dit is 1 gram. 2, 3. 4. Ik ga... Zo, 170. Nou, ik zie geen kleurverschil. Dus daar beginnen we al mee. Dat gaat dus al niet goed, hè? Want daardoor raakte ik ook door de war. Nou, we gaan het bij elkaar gooien. En we moeten het goed mengen. En dan zouden we het opnieuw in een ander mengbekertje moeten overgooien. Nou, kijken we bij het schip strandt. Nou, dat lijkt me wel voldoende. Nu gaan we... Dit is heel erg vloeibaar. Nou, dat giet niet goed. Het zit erin. Dat gaan we ergens ophangen. En dat komt dan schuin te hangen. En dan blijft het niet op zijn goede maat. Het zou recht moeten blijven. Nee jongens, dat wordt niks. Dit wordt niks. Dit gaat even terug. We gaan een ander ding proberen. Je zou dit erin moeten dopen. En dan krijgt hij een beschermd laagje. Dat moet ook kunnen. Nou. Ja. Dan gaan we dat zo doen. Dus dan zien we van dit project af. En dan gaan we dat hier doen. Beetje schoon. Dit erop. En dan moet je een laagje hebben. Dat van rubber wordt. Of plastic, zoals je het noemen wil. Na een uurtje of een half uurtje is dit aardig hard geworden. Ik kan er nog net in steken. Ja, een beetje zachtachtig plastic. Maar het wordt wel steeds steviger naarmate het meer gehard is. En nu heb ik hier dus een laagje van dat plastic op zitten. Ja, het zal altijd iets meer doen dan... Dan ijzer op ijzer met zo'n ribbeltje. Dus ik heb hier verschillende. Deze zie je haast niks van. Deze is aardig wit. Ja. Ziet er leuk uit. Ik weet niet of het de moeite waard is. Nou krijg je zo'n ribbel. Ik vind het een dure oplossing. Dus ik zou eerder kiezen denk ik voor... Netjes oppoetsen dit randje, schuurpapiertje eroverheen, goed glad maken. En dan, ja, je moet toch altijd oppassen met als je mooie dingen aan het klemmen bent. Dus ideaal wordt het toch nooit. Dus ik zie van dit hele proces, zie ik maar af. En zorg gewoon maar dat je een klosje erachter hebt. Dat is altijd het beste.